Goeiedag iedereen op deze 31 augustus 2022. Dus aansluitend op de vorige reportage ga ik nu de test doen met de bus, dus vanuit de Vogelwaarde, hier een woonzone, naar Hulst. Dus afstaphalte Hulst, Stationsplein, winkelcentrum. En even kijken in de praktijk. Ik moet toch enkele boodschappen doen en dan mijn retour ook met de bus. Dus zoals je hier kan zien, we hebben één voertuig per uur. Hier de laatste om 18 uur 33 tot Kloosterzand en tot Hulst. Moet je al even vroeger zijn. 17 uur 33, het is allemaal aangeduid hier. Afwijkend bestemming Hulst busstation. Ja, als het Hulst busstation is. Maar dus die van 18 uur 33, de D. Afwijkend bestemming Kloosterzande, dus het is ook wel redelijk beperkt, de laatste om 5:30 tot Hulst. En de zone van het winkelcentrum. Dus aan de linkerkant hier de Action. Ja, even ervoor is ook de Lidl. En dan natuurlijk alle supermarkten. Dus de bus gaat even langs de buitenzijde en dan terug de retour aan het Stationsplein. Dus de Albert Heijn, de Aldi, de andere supermarkten bij de hand. Dus bij andere toestanden, als er geen werken zijn langs het busstation, moet je dus afstappen natuurlijk aan de andere kant en tot 30 minuten wandelen tot dit punt hier. Zo, dat was het even hier nog, het laatste stukje om op deze locatie te komen, dus met de Connection bus
vanuit de woonzone, dus ik ben vertrokken uit Vogelwaarde, dat is 10 kilometer van Huilst. Dus normaal gezien kom ik aan de andere kant van de stad. Moet ik 25 minuten wandelen of eventueel overstappen op de lijn 20, maar die is er niet altijd. En ook in bepaalde toestanden gaat het niet, moet je dus gewoon via de route gaan die ik even in de vorige reportage getoond heb met de fiets. Dus geweldig. Ik ga hier wel nog even blijven nu om te kijken als die lijnbus er komt. Want die lijnbus zou er over enkele minuten wel moeten zijn hier. Ja, de reden dat de lijnbus hier moet komen, natuurlijk de werken, maar ook om je overstap te halen. Dus het is niet mogelijk om hier uit te stappen en dan naar de andere kant 25 minuten te stappen. Dan is de lijnbus weg. Dus nog even geduld. Zo, beste mensen, er zijn hier al enkele reizigers voor de lijnbus, heb ik daarnet gesproken. Die hebben dus ook bevestigd, natuurlijk gisteren, de lijnbus is hier niet gekomen. Dus geen transport, want de volgende bus is om 10 uur van de lijn. Het is nu al, het is het uur dat die bus moet vertrekken nu. Het is 8:07 en er is nog altijd geen de lijn te zien. Zo, beste mensen, welkom te Hulst Stationsplein. Dus de lijnbus is opnieuw niet langsgekomen. Het is toch wel erg. Er zijn terug mensen die woon-werkverkeer nodig hebben. En vanaf volgende week is natuurlijk wel het studententransport die van belang is.